Christian Horner heeft uitgebreid tekst en uitleg gegeven over de rel die ontstond tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2022 tussen Sergio Perez en Max Verstappen. De teambaas weet waar het fout is gegaan. Tijdens de Grand Prix van Sao Paulo gebeurde er wat merkwaardigs aan de kant van Red Bull. Max stond aan het einde van de race namelijk zesde nadat Perez hem een aantal rondes eerder die plek had gegeven. In de laatste paar rondes kreeg Verstappen de opdracht om Sergio zijn plek weer terug te geven, maar dat deed Max niet. Hier was de Mexicaan niet blij mee. In gesprek met Formula1.com vertelt Horner wat de oorzaak van het incident was. Ik denk dat de oorzaak van het probleem was dat we nooit hadden voorzien... ...dat we in de laatste paar ronden op de zesde en de zevende plaats zouden zitten in die Grand Prix. We hadden het niet besproken voor de race en ik denk dat het een fout was van onze kant. We hadden elk scenario moeten doornemen, of in ieder geval een betere poging wagen. En ik denk dat het een fout was van het team om het niet te bespreken en met een duidelijk plan te komen. Het was natuurlijk jammer wat er gebeurde, maar het werd snel besproken, open en transparant. En beide coureurs waren heel duidelijk open en eerlijk tegen elkaar. En van daaruit gaan we als team verder en is de dynamiek tussen de coureurs absoluut in orde. Volgens Horner is het nu echter ook klaar en leert ook Red Bull van de fouten die ze maken. Ik denk dat we wat fouten hebben gemaakt in Brazilië. Daar hebben we van geleerd en zoals ik al zei, we gaan verder. We hebben geweldige dingen gedaan. Deze twee rijders hebben samen ongelooflijk goed gepresteerd. Zij zijn de reden dat we in de positie zitten waarin we zitten. Max zijn seizoen was van een andere planeet vorig jaar. Dus we laten ons seizoen niet bepalen door een paar rondjes in Brazilië. Het Openbare Investeringsfonds van Saudi-Arabië heeft in 2022 geprobeerd om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media. Met het bedrag van 20 miljard dollar hoopten de Arabieren de nieuwe eigenaar te worden. Maar de Amerikanen weigerden het bod, zo weet de financiële krant Bloomberg, te melden. Het Midden-Oosten is de afgelopen jaren een belangrijk groeigebied voor de sport geworden. Met Saudi-Arabië, dat in 2021 toetrad tot de kalender, en Qatar, dat dit jaar begint aan de 10-jarige deal met de Formule 1. Saudi-Arabië neemt actief deel aan het bieden op grote sportevenementen en heeft actieve belangen in een aantal mondiale sporten. Liberty Media nam de Formule 1 in 2016 over voor een bedrag van 4,4 miljard dollar. En heeft in die tijd een aantal initiatieven genomen, waaronder het moderniseren van de sport om een jonger publiek aan te trekken. Liberty Media kreeg de rechten in 2017 en de sport is sinds die periode enorm gegroeid. Ondanks het deukje dat de Formule 1 opliep tijdens de pandemie, wordt de koningsklasse op dit moment gewaardeerd op zo'n 15,2 miljard dollar. Het team van Williams heeft in navolging van Mercedes voor het eerste motoren van de gloednieuwe bolide aangestoken. De Britse formatie gaat komend seizoen met Logan Sargeant en Alexander Albon in de gelederen op jacht naar een betere eindklassering dan de teleurstellende laatste plek van afgelopen seizoen. Max Verstappen zal in 2023 proberen zijn derde wereldkampioenschap binnen te slepen. Red Bull Racing kreeg echter een straf voor het overschrijden van het budgetplafond wat een impact heeft op het ontwikkelen van de RB19-bolide. Toch is de Nederlander ervan overtuigd dat de Oostenrijkse renstal een competitieve auto zal hebben aankomend seizoen. Het zal zeker invloed hebben op ons, maar hoeveel precies? Ik weet het nog niet. Al dus verstappen over de straf voor het overschrijden van het budgetplafond. Ik ben ervan overtuigd dat dat team en de mensen die we hebben dit kunnen gebruiken als extra motivatie om te proberen het nog beter te doen. Ik weet dat ze natuurlijk al hun best doen. Maar we hebben een auto die heel erg competitief is. En we hebben veel geweldige ideeën volgens mij. Ook al voor de auto voor aankomend seizoen. En hopelijk zal dat genoeg zijn. Dit was hem weer. Het GPFans nieuws van de zondagochtend. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten. En abonneer als je altijd op de hoogte wilt blijven van het allerlaatste formule.